Tuinvogels kunnen in de winter wel wat extra hulp gebruiken. Kleine vogeltjes kunnen in een koude nacht wel tot 10% van hun lichaamsgewicht verliezen. En dan is een lekkere vetbol bij het ontbijt echt wel fijn voor. Maar wist je dat je als tuineigenaar veel meer manieren hebt waarop je de vogels kunt helpen? In dit filmpje vertel ik je daar meer over. Mijn naam is Elisabeth Scholt van Scholt Tuinadvies in Ontwerp en ik help mensen aan een tuin naar hun hart. Een goed advies, een mooi plantingsplan en een uniek ontwerp. Daarmee zorg ik dat jij blij wordt van je tuin. Maar niet alleen jij, want terwijl ik ontwerp denk ik ook altijd aan de vogeltjes. Het bijvoeren van vogels vergeet je natuurlijk soms wel. En dan is het leuk als je al bij de aanleg van je tuin hebt gekozen voor heesters waar bessen aan zitten. Ulster bijvoorbeeld, of berberus, de zuurbes. Sommige bessen zijn al op voor de kerst, maar andere bessen en wortels blijven tot in februari hangen. En dat is fijn, want dan hebben vogels juist reserves nodig. Door in een tuinontwerp te kiezen voor heesters met bessen of rozen die wortels krijgen, kun je dus al heel veel doen voor vogels in je tuin.